Ik ben Max, ik werk als mobiel verkeersleider bij Rijkswaterstaat. En vandaag beantwoord ik de meest gestelde vragen over ons werk als mobiel verkeersleider in de winter. Nou, mobiel verkeersleider houdt zich heel veel bezig met een veilige en vlotte doorstroming op de vaarweg. We richten ons op incidenten, we nemen een stukje handhaving mee. We proberen zoveel mogelijk ook een gastheer te zijn op het water voor iedereen die vragen heeft en die ons aanspreekt. En als we je kunnen helpen, dan doen we dat graag. Een mobiel verkeersleider doet in de winter verschillende dingen. We houden ons bezig met de seinen op bruggen en sluizen. Zorgen ervoor dat alle verlichting goed brandt, zodat je weet waar je naartoe moet op het water. Ook zorgen we ervoor dat alle bebording goed zichtbaar is en staat waar het moet staan. Zeker 's winters heeft bebording extra te voortduren door de harde wind. In de winter zijn we ook zeker op het water te vinden, maar 's winters doen we ook veel vanuit de auto. We doen dan bijvoorbeeld snelheidscontroles langs de kant van de vaarweg. Als het nodig is en het heel hard vriest, dan doen we ook aan een stukje ijsschouwing. Dan gaan we met de auto op pad en dan gaan we langs de kant van het kanaal kijken hoeveel ijs er ligt en waar. Zo weet de beroepsschipper, maar ook zeker de recreant tijdig, waar die wel en niet kan varen. Wat ik het leukst vind aan mijn werk is de afwisseling die dit werk biedt. De verschillen tussen handhaving, inspecties, het samenwerken met partners, een stukje gastheerschap op het water. Dat zijn allemaal dingen die dit werk heel afwisselend maken.